Sinds de lockdown is in ons land de spelletjesgekte losgebarsten. We kijken massaal naar de knikkershow van de SBS en spelen ook graag bordspelletjes. Schaakborden bijvoorbeeld gaan als warme broodjes over de toonbank, vooral sinds die populaire Netflix-serie The Queen's Gambit. Ondernemers spelen daar slim op in. Eerst gaf ik les in pottenbakken en deed ik zelf pottenbakken. Maar door de coronacrisis was ik genoodzaakt om iets anders te gaan verzinnen. Want ik heb nu helemaal geen inkomsten omdat ik geen les kan geven. Toen ben ik eigenlijk geïnspireerd door de Queen's Gambit, het spel, de belangstelling voor het schaken. Kan ik dit gaan doen? En ik denk gewoon ook door de film Queen's Gambit dat het gewoon... gewoon heel erg leuk gevonden wordt om dat ook te leren, ook te kunnen. Er is ontzettend veel vraag naar en ik ga gewoon net zo lang door, 's nachts door, om aan de vraag te kunnen voldoen. Dat doe ik met liefde. Mooi om te zien dit, echt ondernemerschap. Maar die serie, hè? Deze mevrouw noemt het ook al. Heeft dat er nou echt voor gezorgd dat die populariteit zo gigantisch is nu? Ja, hij kwam uit vlak voordat de corona uitbrak, hè, oktober vorig jaar. En toen zag je al dat de echte, het bordspel, dit ging extreem hard. Maar ook online werd het meer en meer gespeeld. Dat doe je zelf ook, hè? Op je telefoon? Ik doe het zelf op mijn telefoon, ja. Elo rating 1680. Ja, het zegt de enorme nerds weten nu dat dat heel matig is. Maar oh. Je had er op mij nog heel veel indruk op kunnen maken. Nee, maar dat is niet heel best. Maar ik ben er ook verslaafd aan. Ja, dus mensen zeggen ook, Mark, hou eens op met dat geschaken op de telefoon. Dus ik ben hooked. Ja, maar je zegt net nerds, hè? Dat had natuurlijk altijd wel een stoffig imago, dat schaken. Is dat dan nu veranderd? Nou, dat is zeker veranderd. Hè. Deze serie gaat natuurlijk over een roodharige dame die een beetje aan de drugs was, een beetje verslaafd was. Maar Beth dan Harmon, ja. Ja, en die verslaat dan hele macho mannetjes die dan ook heel arrogant tegen doen. En die veegt ze zo van tafel. En dat zie je dus. Het is ook een soort empowerment. Hè. Een soort de vrouwelijke krachten komen dan vrij. En dat, ja, ik ben er toch wel door gefascineerd. Ja, volgens mij heeft mevrouw Becker er ook door gefascineerd. Kunt u zelf een beetje schaken? Ja, ik heb het wel geleerd. En heel af en toe heb ik wel eens dat ik in de vakantie, als we er echt tijd voor hebben, dat mijn vriend en ik een keer het bord opzetten. Maar het is niet iets wat ik heel vaak doe en ook niet iets waar ik heel goed in ben. Maar ik zou het wel heel graag beter willen kunnen. Ja. Nou, is er iemand in Nederland die het ontzettend goed kan? Hè? In die Netflix-serie is het een meisje. Maar wij hebben onze eigen Nederlandse schaakheld. Wie is het en hoe goed is die? Ja, Jordan van de Forest. Geweldige schaker. Hij heeft dus het wereldkampioenschap gewonnen in Wijk aan Zee. Het koor, dit is een toch typisch schaakhoofd. Geweldige jongen. 21, toch? 21. Ja. Uniek dat hij dat heeft gewonnen. Daarvoor 1985 voor het laatst Jan Timman. En dat was natuurlijk toen een beetje zo'n witte oude man. Maar dit is een jongen die ook, en dat is ook wel mooi om te vertellen, dat hij is opgevoed eigenlijk in een soort lockdown situatie bij zijn ouders. Die hebben hem thuis opgevoed. Ja, werden lessen gegeven, maar tijdens die lessen, als de zusjes werden bijgekomen, gingen die kinderen, de hele familie zat te schaken. En hij is zo goed geworden. Hij zat dus al veel binnen. Eigenlijk. Hij zat al veel binnen. En hij won toen. Hij heeft dus nu dat wereldkampioenschap gewonnen. Ja, en die lockdown, hè, want daar zitten we nu allemaal in. Wordt daardoor de behoefte aan die spelletjes zo ontzettend groot? Ja, vermaak. Het is niet alleen het schaken. Hè. Het is ook spelen.nl. Hè. Daar kun je naartoe. En, Governor of Poker. Dat soort spelletjes gaat heel hard. En je hebt ook in Nederland allerlei bedrijven nu die onder de radar gigantisch groeien. Hoor je niks altijd. Ik zal de naam één keer noemen. Het bedrijf Azerion bijvoorbeeld. 250 miljoen omzet gedraaid het afgelopen jaar. Een start-up waar je deze week geweest bent? Ja, waar ik deze week he? Was. Ja, dat is ongekend, joh. Er lopen 21 nationaliteiten rond. Allemaal mensen met petjes op. Een voetbaltafelniveau. En dan denk je, ja, dit zijn toch wel klappers van de economie. Ja. En dat is allemaal gebaseerd op dat we thuis zitten, spelletjes willen doen. Ja. Nou zijn we niet alleen aan het schaken. John de Mol heeft ook een hit te pakken met Marble Mania, het knikkerprogramma van SBS. Knikkeren is terug. Ja! En groter dan ooit. Wat gebeurt hier? In de nieuwe familieshow Marble Mania zien we wekelijks drie BN'ers die het tegen elkaar opnemen op de meest spectaculaire knikkerbanen. Welkom bij Marble Mania. We gaan ervoor. Ze knikkeren voor een zelfgekozen goede doel. Elke BN'er speelt met een eigen kleur knikker. Rood, geel of blauw.
Gisteravond hebben er weer ruim 1 miljoen mensen gekeken. Bent u een van de liefhebbers? Nee, ik moet zeggen dat ik het nog nooit gezien heb. Maar ik vind het wel grappig dat knikkeren terug is. Ik weet nog van vroeger op schoolplein het uitruilen van de reuze of de bonk. Of nou ja. Hè? Komt allemaal terug. Ja, precies. Maar nee, dit kende ik nog niet. En dit is dus heel populair. Nou, er werd heel cynisch over gedaan. Hè? John de Mol die probeert natuurlijk altijd klappers te creëren waar die mondiaal kan uitrollen. En hier werd een beetje lachig over gedaan. Maar wat je nu dus ziet, dat hij dus al voor de derde week op rij boven de miljoen zit. Nu tegen de miljoen aan. En dat hij dit alweer aan 20 landen heeft verkocht. Ja, dat kun je toch alleen maar... belangstelling hebben in ieder geval. Ja, belangstelling hebben. Maar dat is toch wel weer ongelooflijk, hè? Maar, dat hij dat voor elkaar krijgt. Maar kan het dan net zo'n grote hit voor hem worden als... Nou ja, hè, noem ze een hit als Big Brother, The Voice. Dan moet lockdown nog een beetje aanhouden. Want het is wel echt een lockdown-ding, volgens mij. Dus Big Brother en The Voice, daar zat wel iets meer entertainment omheen... Nog, waardoor het wat langer kon leven. Dus hij moet snel toeslaan. Ja, het schaken, hè, die hype van nu, is dat iets wat blijft, denk je? Of is dat dan straks, als we weer terug gaan naar een normale leven, ook weer voorbij? Ik hoop het niet. Het leuke is dat in Nederland ook een bedrijfje deze week gekocht is... door een schaakgrootmeester Magnus Carlsen, de grote Noorse schaker. Die heeft in Nederland nu een bedrijf overgenomen die schaakboeken verkopen. Oh. En dat bedrijf is dus door de schaakgrootmeester ingelost. Dus wat je ziet, en dat hoop ik ook, dat dit toch wel blijft bestaan. Waarom? En het is ook zo goed voor je geest. Ja, het is een beetje zeikerig, maar ik vind het wel mooi dat mensen dan lekker nadenken. Ik vind het mooi. Je vindt het mooi. Goed, jullie gaan misschien zo nog wel even een potje schaken. Ja, we zijn er nog tot 10 uur. Zometeen dan schrijft ook diplomatiedeskundige Robert van der Roer aan. Want ook Nederland is geïnteresseerd in dat Russische Sputnik-vaccin. Nu het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema.